En dan de beschietingen tussen het Britse koningshuis en Harry en Meghan. Die beginnen wel heel erg fel te worden. Buckingham Palace onderzoekt of Meghan Markle haar personeel heeft gepest. En dat wordt bekendgemaakt. Uitgerekend vlak voor de uitzending van een nu al veelbesproken interview met haar en prins Harry. Het is een soap waar maar geen einde aan lijkt te komen. Eerst deden prins Harry en Meghan afstand van al hun koninklijke taken en verhuisden ze naar Amerika. Vervolgens kwam de mededeling van koningin Elizabeth vorige week dat het paar nooit meer werkzaamheden zal uitvoeren voor de familie. En dan nu de berichten over Meghan. Ze zou medewerkers in het paleis hebben weggepest. Bronnen rond Meghan zeggen dat Buckingham Palace haar bewust wil beschadigen. Vanwege dit interview met Oprah Winfrey, dat zondag wordt uitgezonden. Were you silent or were you silenced? I just want to make it clear to everybody, there is no subject that's off limits. Het is voor het eerst dat Prins Harry en Meghan hun kant van het verhaal vertellen. How do you feel about the palace hearing you speak your truth today? I don't know how they could expect that after all of this time we would still just be silent if there is an active role that the firm is playing in perpetuating falsehoods about us. And if that comes with risk of losing things, I mean, there's a lot that's been lost already. Buckingham Palace ziet het interview met Oprah Winfrey als een oorlogsverklaring. Op zo'n manier de vuile was buiten hangen, ook nog eens op een moment dat prins Philip in het ziekenhuis ligt, dat valt hier helemaal verkeerd. Dus dat dit pestverhaal juist nu naar buiten komt, kan haast geen toeval zijn, zeggen Britse media. Hoe dan ook is de relatie tussen Harry en Meghan en de rest van de koninklijke familie op dit moment behoorlijk verziekt.